Toen afgelopen weekend Nederland werd opgeschrikt door de meest gruwelijke beelden van een grote zwerm negroïde mensen die een weerloze blanke jongen totaal... Ik zou wel op willen passen met de terminologie die u gebruikt. Maar vervolgt uw betoog. U heeft gelijk, misschien is dat in dit geval niet gepast. Een zwerm negroïde primaten... Ik vind dat echt te ver gaan, de heer Van Meijer. Ik vind, we zijn in een goed debat, het is een belangrijk onderwerp, maar volgens mij zijn dit soort termen echt niet nodig. Dus vervolgt u betoog en ik wil u echt verzoeken om dit soort termen en kwalificaties te vermijden. Nou voorzitter, we hebben gezien hoe deze groep een arme, weerloze, blanke jongen totaal in elkaar trapt, op zijn gezicht aan het stampen is en op het moment dat hij net overeind weet te krabbelen nog even op het spoor duwt. Het is te ranzig en te verwerpelijk voor woorden. U heeft uw punt gemaakt. En zij gedragen zich op deze manier als primaten. U heeft uw punt gemaakt. U heeft een interruptie van de heer Azarkan. Voorzitter, het is geen interruptie, want die heb ik volgens mij niet meer. Ik heb een punt van orde. Volgens artikel 814 van onze spelregels debatteren wij met respect voor elkaar en voor respect voor het onderwerp. Als je hier een groep mensen uitmaakt voor primaten, gaat dat ver daaroverheen. En ik wil u gewoon verzoeken om aan de heer Van Meijer te vragen om dat terug te nemen. En zo niet om daar hem het woord te ontnemen. Ik kijk nog even naar mevrouw Michon Derksen, die had ook een punt van orde. Ja, voorzitter, we hebben het vandaag over racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie. En ik zou aan de spreker willen vragen om zich ook daaraan te houden. Dus dit soort andere spiegelingen zijn volstrekt buiten de orde en ook niet relevant voor het debat. Dank, ik ben dat helemaal eens. Dat was ook precies de reden waarom ik ook zei dat ik die woorden en die terminologie niet accepteerde hier. Dus ik ga inderdaad u vragen, ik vind dat inderdaad niet passen bij de waardigheid van het debat, om die kwalificaties te doen. Dus ik wil u graag vragen om ook die woorden terug te nemen, zodat we het ook kunnen markeren in het, in de handelingen. En dan geef ik u nog het woord om uw betoog af te ronden en eens inderdaad in lijn ook met mevrouw Michon Derksen zegt, van laten we het dan ook houden tot het onderwerp wat hier voor ligt. Nou ja, voorzitter, de heer Azarkan die wees erop dat ik me respectloos uitliet over deze groep. Ik heb geen greintje respect voor dat walgelijke tuig dat daar een arme blanke jongen... We gaan u nu... Geen greintje respect. Daar ga ik ook geen respect voor opbrengen en ik neem mijn woorden niet terug. Dan gaan we bij deze, zou ik u willen, ga ik dan sluiten we dit betoog af. En dan, kan ik daarop reageren? Nee,